Goedemorgen allemaal en hallo, deze keer weer vanuit mijn auto, zoals meestal. Ik heb afgesproken met Laurens, ik ben nu aan de carwash, maar mijn auto is echt heel vuil. Allee, voor mijn doen is dat toch vuil, omdat het zo'n paar dagen geregen heeft, is het echt wel vuil. En ja, ik heb een patch op vandaag. Ik weet niet waarom. Ik wou dat eens doen. Hoop je like het. Ik weet niet, laat ik komen achter wat jullie vinden van mij met een pet, maar dat is heel anders. Ik ben er niet gewend om te dragen. Maar ik ga nu heel rap gewoon mijn auto afspuiten. Ik ga die niet grondig wassen, want daar heb ik geen tijd en goesting voor. Het is ook nog zo wel regenachtig, dus ik wil gewoon het grote vuil eraf spuiten en dan ben ik content. Max Plien is ze en hier is ze witte. Hier is ze. Het sneeuwt. Al dames en heren, mijn auto is zeker 10 seconden schoon geweest, want het is alweer aan het regenen. Hè. Wow, dat kut weer hier in België. Voor mij is het cola zero en een koekje geworden. Laurens moet erover drijven. Yep. Vettige zaak. Wat? Always hungry. Is dat je ontbijt? Yep. Ondertussen zijn we aangekomen bij onze spot van vorige keer. De largest QR-code is staan in Hasselt. Laurens is daar. Pibi. Met zijn Pibi-skills is ook weer hier. Dus het is goed tussen Arke en Laurens zijn auto. Want het is slecht weer. Plus, we vinden niet echt zo'n goede spot om foto's te maken. Dus we gaan een beetje verder zoeken dan dit, denk ik. Ik vind het er hier nog altijd wel cool uitzien. Zeker omdat de vloer nu zo wat nat is. En de QR-code op de achtergrond is wel vet. Dus ik ben benieuwd naar het resultaat. Altijd, maar we hebben een klein meetingsje gedaan, gewoon heel fijn met elkaar een beetje rondgereden. Een paar spots gezocht, maar niet zo heel veel gevonden. Dus het is tijd om naar huis te gaan. Ik kan nog even chillen thuis en dan moet ik straks gaan draaien deze avond. Oh, it's time to go home. Ik ben net thuisgekomen, maar ik heb super honger, want ik heb al sinds deze morgen niks meer gegeten. Het is nu 3 uur, dus ik ga eens kijken wat we hebben, maar ik vrees er een beetje voor. Wat er nog iets is. Nope, zoals ik dacht. Nee, frigo was vrij leeg. Talisa is nu gaan sporten, die is naar de gym. Dus die zal dadelijk ook wel thuis zijn en die gaat ook honger hebben. Maar er is niks om te eten. Ik denk dat ik grap iets op Deliveroo ga bestellen. Dat is misschien nog het makkelijkste. Let's see, Deliveroo. Hier zo. Pasta, Rebellion, sushi. Oei, dat is nog niet open allemaal. Doe me na. Maar goed dat ik niks besteld heb, want kijk eens hoe hier is. Wit food. Met eten. Man. The best ever. Wat heb je meegepakt? Groentjes. Groentjes, salm. Iceberg. Kijk eens hoe lekker mijn schatje gekookt heeft. Wow. Basic, hè? Maar... Basic? Ja, dat is toch heel basic, maar dat is goed. Smakelijk, schatje. Smakelijk. Yo, de mannen. Het is met Sheldon hier. Osma en pa die zijn al naar boven. Zijn al gaan slapen. Dus ja, dacht zal ik hier met een vlog afsluiten. Maar daar zijn jullie. Ja, ik wil gewoon even zeggen, merci om te kijken. En als jullie graag nog eens wil ik... Oh, even uittrekken. Als jullie graag nog eens willen kijken morgen, dan, ja, dan zie ik jullie heel graag terug. Hè. Allee, yo, tot morgen. Hè. Dag.